Hartelijk welkom allemaal bij de nabespreking van het eindexamen van HAVO. Ik zie daarom dat er iets mis is met het beeld, dus dat ga ik even oplossen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik zie ook op TikTok werkt het wel, dus dat is mooi. Op YouTube loopt er iets vast, dus dat ga ik even snel proberen op te lossen. En dan kom ik in ieder geval voor de YouTube mensen weer terug, zo. Mis. Moeten hebben, denk ik. Nee, als ik deze... Nee, ik heb nog steeds... Ik heb geen beeld, dat is een beetje vervelend natuurlijk. Maar goed. In ieder geval, ik ga het toch even proberen, dan horen jullie mij in ieder geval wel, maar je ziet mij niet. Dat is wel een beetje vervelend en geen idee waarom dat ineens gebeurt. Als iemand de oplossing weet, dan hoor ik het graag. Goed, in ieder geval het Engels eindexamen voor HAVO. Nou, het zag er allemaal in mijn ogen best goed uit. Ik vond hem wel redelijk pittig. Ik vond het een pittig examen ten opzichte van eerder. Vooral omdat het... Oké, ik zie al iemand een oplossing benoemen, dus dan ga ik dat mooi proberen. Zoals ik al zei, ik vond dat er veel moeilijke woorden in zaten ten opzichte van het eerdere examen. Zeker ten opzichte van het examen wat ik in de examentraining heb gedaan. Dus veel moeilijke woorden. En dat vond ik wel, dat vond ik wel een opvallend iets. Even kijken. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen het een makkelijkere toets vonden. Andere mensen vonden het een wat moeilijkere toets. Goed, dat is natuurlijk altijd zo. Heel veel moeilijke woorden, ook heel veel moeilijke concepten vond ik zelf. Dus als we het snel even gaan doornemen, dan, dat Gunna, ik hoorde dat jullie op Twitter in ieder geval, vond iedereen dat het een heel leuk iets is. Ik zie iemand vragen of ik die N-term ga, ik ga zo meteen iets zeggen over de N-term. Ik ga er even op naartoe bouwen en dan gaan we dan de N-term bespreken. Die Gunna, ik ken het verder niet, geen idee wie dat is. Zo oud ben ik dus, blijkbaar, maar geen idee wie Gunna is. Maar goed, jullie weten dat natuurlijk wel, of Wanna of zo heet hij. Ik heb geen idee, sorry als ik het verkeerd zeg. Een mooie tekst over poep weer. CITO heeft iets met poep, zag ik ook op Twitter voorbij komen. Er was iets met pandapoep ooit en nu iets over de Mount Everest. Op zich een leuk concept, niet een hele moeilijke vraag vond ik zelf. Maar best een pittige tekst. Oh, ik moet hem even luisteren. Nou, ik ga Gunna of Wanna of hoe die ook heet, ga ik zo meteen luisteren. Dan hebben we de tekst over Annihilation. Annihilation, dat was op zich niet per se een hele moeilijke tekst, maar ik vond hem wel een best pittig vraagje. Dan natuurlijk de tekst over Iceland. Dat vond ik wel een leuke tekst. Dat zit ook wel een beetje in mijn straatje. Sociolinguistics heet dat. Ik vind het ook wel echt een mooie HAVO-vraag. Mooie HAVO-tekst ook. Die ook interessant is voor zo'n eindexamen. Zoals je ook kunt zien, ik heb hier veel plusjes. Ik zal een stukje inzoomen. Veel plusjes. En ik heb het woord futile gezien. Die heb ik afgelopen zaterdag nog in de examentraining behandeld. Weten we dat nog? Futile betekent dat het wat kinderachtig, wat kinderlijk, makkelijk, dat soort dingen. Nou, die heb ik ook benoemd. Ook een global perspective, ook die vraag heb ik behandeld op het eindexamen, op de eindexamentraining. Dus, ik zie ook dat het hapert. Het gaat allemaal niet zo lekker vandaag. Geen idee wat er gaande is. Maar het is allemaal een beetje vervelend. Oké. Nou ja, heel gek allemaal. Ik ga gelijk Ziggo bellen, want als je voor 1 gig aan internet betaalt, wil je dat natuurlijk niet. Dus zometeen ga ik Ziggo bellen, niet nu. Gaan we verder. Vraag 5 wordt er genoemd. Oh ja, vraag 5 vond ik wel een goede vraag, maar ik ben er zelf heel erg ingestonken. Want ik dacht ook, nou dat zal wel, dan ga je meteen op zoek naar een datum. En dan zie je hier 2008 staan. En dat is ook het juiste antwoord, 2008. Maar je kon hem niet halen uit alleen paragraaf 3. Je moet echt verder lezen, wil je het antwoord weten. Dus heb je bij vraag 5 van tekst 4, dat is die eerste vraag over het jaartal voor de verandering in IJslandic, moet je even doorlezen naar paragraaf 4. Dan gaan we toch nog eventjes wachten, want ik zie dat er van alles en nog wat misgaat met het beeld en zo. Dus dit is geen succesvol. Dus als je op TikTok kijkt, heb je niet mijn beeld, maar wel mij. En kijk op YouTube, heb je mij niet, maar wel het beeld. Dus ja, dan is het maar net wat je bekijkt. Gaan we verder met de rest van het examen. Tekst 5 was een prima tekst. Dus ook geen moeilijke. Ik hoorde dat vraag 17 was lastig. Voor iedereen die het woord N-term noemt, ik ga straks de N-term benoemen. Niet nu al, zometeen. En daar... Oh, dat was een goede. Wat was ik aan... Ja, vraag 17. Maar goed, dat was best een logische vraag. Want je hebt daar natuurlijk de ligging wat je kon beantwoorden. En ook dat de overheid zich ermee bemoeit. Dus dat zijn de 2 opties die je kunt benoemen daar. Gaan we naar de vraag 18. Op zich geen moeilijke vraag, maar ik vroeg mij af of het woord liberalize in een gemiddeld... dat het liberalize in een gemiddeld woordenboek staat. Daar twijfelde ik over, in ieder geval in deze context. Er wordt een vraag gesteld over dat ze het middelpunt waren. Ik denk dat je dat... Ik zou het goed rekenen, want ik denk dat dat wel een logisch antwoord is. Dus ik denk dat als je had geantwoord dat ze in het middelpunt liggen, of middenin, dat ze op een handige plek liggen, dan kun je dat denk ik wel een goed. En dan zou ik het in ieder geval goed rekenen. Vraag 6 vond ik een moeilijke tekst wel. Niet in de zin heel moeilijk, maar ik vond hem wel een pittig tekstje. Dat was die tekst over... oh, ik ben 5... Wat voor mij alles gedaan, hè? Ja. Dan iemand vraagt waarom is 18 niet A? Omdat het gaat hier niet om regional aviation wat afgeschaft wordt of wordt weggedaan. Het gaat erom dat ze juist meer kunnen doen. Hè? Dus in die regio wordt er meer gevlogen als zij lid worden van die Single African Air Transport. Dus ik denk dat daar het verschil in zit. Dus het gaat niet om het afschaffen of wegdoen met die regional aviation. Het is juist beter als ze met z'n allen lid worden van die Single African Air Transport Market, wat gewoon goed is voor de regional aviation. Vraag 6 over de... are you too smart to think wisely? Ook niet een hele... Ik vond hem pittig. Ik vond het concept moeilijk. Ik vond vooral... Het was echt een beetje een haast VWO-tekstje. Was wat aan de moeilijke kant. Maar goed, over het algemeen niet zo'n groot verschil of zo. Het is niet alsof iedereen het nu niet haalt door deze tekst specifiek. Er waren ook wat mooie, simpele vragen die ik kon doen. Ja, strategische locatie voor vraag 17, dat is goed. Nou, je ziet aan mijn aantekeningen ook wel dat het... nou ja, vraag 24 was ik even goed mee aan het afstrepen. Het mooie van dit examen vond ik dat je heel veel vragen had waar je goed boven de tekst moest staan. Dus je kon niet zeggen, direct in het antwoord vinden. Nee, je moest echt boven de tekst staan, goed begrijpen waar het over gaat. Gaan we naar vraag nummer... Even kijken hoor. Vraag nummer... Nou, dat mag gehad. We hadden bij vraag 26. Voor welke leerling wordt voor het eerst genoemd dat een zwakte van zeer intelligente mensen... dat zochten ze... Ik heb er geen aantekeningen bij gemaakt. Maar daar zochten ze alinea 4 en dat staat hier. Above average geniuses frequently fail to consider possibility of errors. Dus daar gaat het over dat het een zwakte is voor hoog intelligente mensen. Ja. Even kijken. Vraag 7, de white stuff. Ik moest aan iets anders denken, maar dat is... ik wist niet dat het over melk zou gaan. Ik dacht, oh, dit gaat over een soort drugspraktijken of zo in Rotterdam, maar in de haven. Maar dat is niet het geval. Het ging over melk. Dus dat is wel een beetje grappig. Nou, niet een hele moeilijke tekst. Leuke tekst om te doen. Vraag tekst 8 vond ik echt de moeilijkste tekst van het examen. En dat zeg ik opzettelijk, want ik denk dat een tekst 8... cruciaal gaat zijn voor die N-term. Want tekst 8 was echt een lastige vraag. Je moest er goed voor lezen. Was het tekst 8? Ja, heb ik echt een minnetje bij gezet. Want vraag 33, daar zijn denk ik wel heel wat vragen over. Ik zag ook mensen... Nou, er is... iemand zegt compensatiepunt. Die compensatiepunt, dat bestaat niet. Ik ga zo de schatting doen. Wat ik ook zeg, tekst 8 is daar even cruciaal bij. Moeilijk tekstje. Ja, die zou ik zelf ook wel in een toetsen gaan gebruiken, wanneer ik volgend jaar toetsen ga maken. Iemand zegt, vraag 33 staat helemaal nergens op. Even kijken, dat staat hier, eigenlijk al meteen aan het begin. Want wat er gebeurt is, je koopt een stuk land... Dat stuk land wordt dan gekocht door de stad, want de stad gaat groeien. Dan gaan ze er huizen op bouwen. Ik dacht zelf ook dat ze er shoppingmalls op gingen bouwen, maar dat blijkt niet te kloppen. Ik heb het nog even gelezen, want dat gaat niet over nieuwe stukken grond. Hè, dit stuk ervoor, wat gebeurt er dan? Dat gaat over nieuwe stukken grond die leeg zijn. Maar in het stukje wat erna komt, gaat het niet over nieuwe stukken grond. Dus als je opschrijft dat ze alleen winkelwagens bouwen, dan is dat winkelcentra, dan is dat niet goed. Nogmaals voor degene die net aansluit, ik heb helaas geen camerabeeld. Ik heb wel het eindexamen hier en ik op TikTok het eindexamen ook. En we zijn bezig met Engels 2023 eerste tijdvak. Het beste antwoord voor vraag nummer 33, wat gebeurt er met de grond, is gewoon simpelweg dat het wordt meer waard. De grond wordt meer waard omdat ze veel meer, omdat het dan verkocht wordt in kleine stukjes, dus het wordt meer waard. Als je hebt opgeschreven dat er winkelcentra, huizen, golfbanen, die zou ik goed rekenen. Stadsverbouwing zou ik... Weet ik niet, hangt er een beetje vanaf. Misschien, ja, stadsverbouwing zou ik niet zo snel zeggen. Even kijken. Zou verkocht, dat heb ik bouwgrond. Ja, als bouwgrond verkocht worden zou ik goed rekenen. Ja, zou ik goed rekenen. De grond is van jou en daardoor verdien je geld. Dat vind ik lastig. Dat is kiele kiele hoor, dat is echt kiele kiele. Iemand is al boos aan het schreeuwen dat het correctievoorschrift ook een ding is. Ja, dat is ook zo. De correctievoorschrift is er natuurlijk ook open tot interpretation van de docent. Vraag 36 wordt er gevraagd. Ik zag ook vraag 17 voorbij komen, dus die zal ik ook even bekijken zo. Nadat ik de N-term heb gezegd. Het stuk grond wordt gekocht. Als je alleen dat opschrijft, zou ik hem niet goed rekenen, want dan weet ik niet... wie het grond koopt. Dus dat is een beetje onduidelijk. Dus je kunt niet opschrijven dat alleen het grond gekocht wordt. Vraag 34. wordt ook naar gevraagd. Nou, eerst 34, dan 36. Oh, 35 ook, blijkbaar. De stadsbewoners van de oude wijken hebben zich fel tegen stadsvernieuwing verzet. Dat is niet goed, want er wordt niks gezegd over bewoners die zich ergens tot verzetten. Dus dat is niet waar. De oude panden gesloopt om plaats te maken voor appartementencomplexen. Dat klopt, dat staat hier. Of hier, dit zinnetje letterlijk. De interesse naar de grond gaat omhoog. Zou ik goed rekenen? Ja. Even kijken. Oh ja, daar ga ik zoiets over zeggen. Dus die vraag over Hawaï en zo ga ik zo even wat over zeggen. Dan even kijken. Vraag... even kijken... Iemand vraagt op TikTok, ik heb bij openvragen de zinnen geciteerd. Dat is fout, want je moet hem met het Nederlands beantwoorden. Dus als je dat doet, dan is het fout. In examentraining Duits moet je bij mevrouw Duits kijken. Want ik ben niet goed in Duits. Gaan we naar vraag nummer 35. Welk woord van de 28 tot met 36 maakt duidelijk hoezeer de schrijfster en haar familie zich buitenstaanders vonden? Dat gaat om dit woord Martians. Dat zijn mensen van Mars. Dus Martians zijn mensen van Mars, Marsmannetjes. Dat is het antwoord wat je moet doen. Het grondwoord duurder of meer waard, dat is inderdaad het juiste antwoord voor 33. Of iets wat daarop lijkt. Het woord meer waard, het woord sneller of meer verkocht. Martians bij vraag 35. Nou, 36 was een prima vraagje. 37 was ook wel een goed vraagje. Huizen en winkelcentra, ja hoor, dat kan goed zijn. 38, ook niet zo moeilijk vraag. 39 vond ik wat lastig, omdat er wat moeilijke woorden in staan. En dan is dat een beetje flauw om zo'n moeilijke woorden aan het einde van het examen te zetten. Dat is een beetje flauw. Vraag 40 was prima vraag. 41 was ook een prima vraag. En vraag 42 ook een prima vraag. Heb je bij vraag 42 opgeschreven... Lai Hawaii, dan zou ik het als docent goed rekenen. En dat mag ook aan de hand van de correctievoorschriften van CITO. Van het college van examens. Staat ook voorin. Dus je mag gewoon, heb je per ongeluk Lai Hawaii opgeschreven? Heb je wel opgeschreven dat dat het juiste antwoord is, dat dat de persoon is... dan is dat gewoon goed. Nou, als je dacht dat Hawaii de naam is van een mens, dan dat klopt natuurlijk niet. Maar dat is zeg maar... Als je maar aangeeft dat dat het is, kun je het redelijk goed rekenen. Heb je bij je open vragen meer... en je moest citeren meer dan 2 woorden opgeschreven, is dat natuurlijk helemaal niet fout. Nou, N-term. Daar wachten we allemaal op. Dus ik zag iemand op TikTok al vragen naar berichtjes. Dus stuur nu iedereen berichtjes. Want de N-term is als volgt. Op basis van het eindexamen wat ik heb gemaakt in de examentraining. En dat was 2022, tweede tijdvak. Nou zijn tweede tijdvak examens niet heel geschikt voor een N-term indicatie. Maar wel een beetje het niveau van het examen. Ik denk dat het hoger gaat zijn... dan 1,0. Dus juist omdat er zoveel moeilijke woorden in staan... en dat er best wel veel moeilijke concepten in het examen zitten. Dus ik gok hoger dan 0. Nou denk ik niet 100.000 meer hoger. Het wordt geen 2 of zo. Maar ik denk 1,2, 1,3, 1,4. Dat is wel reëel. Dus ik verwacht... 1,2, 3 of 4. Dat is mijn verwachting voor de N-term. En dat is goed als je die beste man zijn naam helemaal opschreef, inclusief waar hij vandaan komt. Dus mijn verwachte N-term voor HAVO Engels 2023, eerste tijdvak... 1,1, hoger dan 1, 1,2, 1,3, 1,4. VMBO is 0,3 tot 0,5. Niet gaan klagen bij LAX op moeilijke woorden, want dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Daar gaat het niet over. Zo werkt LAX niet. Nou, prima. Vorig jaar heb ik ze bijna allemaal goed gegokt. Alleen VWO had ik iets te hoog ingeschat. Maar HAVO had ik exact op de komma goed gegokt. Nou, als er nog andere vragen zijn, ga ik die nu behandelen. Dan kan de gros van de mensen verder met leren. Wil je trouwens hulp met je eindexamens verder en heb je nog andere vragen of wil je graag nog met leeftijdsgenoten over sparren of gewoon lekker janken achteraf? Kijk dan even in de beschrijving naar de Discord-server, de middelbare. Daar kun je lekker joinen en daar zit ik ook in, want ja, ik heb niks te doen verder. Ik heb toch geen baan meer volgend jaar. Dan kun je daar al je vragen over stellen. Dus de N-term Engels HAVO is mijn verwachting, nou hier staat in ieder geval die van de jaren ervoor, rond sowieso hoger dan 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Ja. Ik zie een bekende TikToker ook joinen. Dat is altijd gezellig. Dus ik verwacht Engels HAVO 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Andere vakken weet ik niet, want die geef ik niet. Dus daar heb ik geen verstand van. Ga ik nu even de specifieke vragen beantwoorden. Dus als je nu uittune, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Doneer op je koffie. En kijk even op Discord. Vraag 17 zie ik een aantal keren voorbij komen. Iemand vraagt ook 100% hoger dan 1. 100% kan niet hè, met N-termen, want het is echt op basis van hoe jullie het hebben gemaakt. Dus ik kan niet 100% iets zeggen. Maar het is puur een indicatie. Vraag 3, please, wordt er gevraagd. Nou, aangezien we daar toch in de buurt zijn. The logic holes let this down. Gaan we naar 3. Gaan we naar 17, dus ik heb je vraag 17 nu echt wel gezien, dus die ga ik zo meteen echt beantwoorden. 3, 17 en dan gaan we verder naar wat eronder komt. Geen extra lessen, maar wel weer een examentraining met het oog op de herkansing. Dus kijk daar even naar. Vraag 3. In welke zin noemt de schrijver voor het eerst expliciet een voorbeeld van een detail in de film dat hij duidelijk onlogisch vindt? Citeer de eerste woorden van deze zin. Nou, best een lastige vraag vond ik dat. De N-term nogmaals, 1,1 tot 1,3 is mijn verwachting. Iets in die gooi. Het zou ook best 1,4 kunnen zijn. Maar lager dan 1 sowieso niet. Denk ik niet, in ieder geval. In welke zin om te schrijven voor het eerst expliciet een voorbeeld van een detail in de film dat hij onlogisch vindt? Nou, dat gaan we even bekijken. En ze wilde weten... It's all top secret, dus het gaat om deze zin. Even though you think people might have noticed what seems to be a 50-mile wide and growing soap bubble on Google Earth. Dus die soap bubble, dus als je it is hebt geantwoord of even though, dat is allebei goed. Daar gaat het om, inderdaad. Dat stukje is het eerste keer dat die persoon zegt, nou dit klopt niet. Of dit is niet logisch. En daar gaat het om. Beantwoord dat bij vraag 3. De vraag die je had. Het gaat dus ook om een soort bol waar mensen in leven. En in die bol, dat is dat, zeg maar. Even kijken wat er nog meer gevraagd wordt. Hoe werkt de N-term? N-term wordt bepaald op basis van hoe jullie het hebben gemaakt. Daar gaan de docenten meningen overheen. Wij hebben daar iets over te zeggen als docenten. Nou, dan gaat CITO rekenen en daar rolt dan een N-term uit. Even kijken hoor, ik zie heel veel allemaal vragen voorbij komen. Had iemand ook vraag 17? Ja, vraag 17, volgens mij moet ik die ook beantwoorden. Even kijken. The gleaming ranks of planes on the tarmac in Addis Ababa. Welke twee verklaringen voor het succes van Ethiopian Airlines worden genoemd in alinea 6? Nou, dat is best een logische vraag. En eigenlijk alles wat je beantwoordt, wat klinkt als... Pak ik even het correctiemodel erbij. Alles wat klinkt als geen politieke inmenging, de overheid bemoeit zich er niet mee, de maatschappij wordt goed geleid, managers krijgen de ruimte om hun taak te uitvoeren. Dat staat in het eerste stukje. Het tweede stukje is, ze liggen er goed. Dus een strategische locatie, een goede ligging van Ethiopië ten opzichte van Azië. Iemand zegt Ethiopian Airlines heeft veel deskundigheid. Nee, dat is niet wat er gezegd wordt. Dus die zou ik fout rekenen. Ja. Als je meer informatie hebt gegeven en het antwoord is in essentie goed, dan is het goed. Ik zie 2 keer iemand vragen of managers hun baan houden. Nee. Dat zou ik niet goed rekenen, want dat laat je niet zien dat je hebt begrepen dat ze er niet mee wordt bemoeid, zeg maar. Dus die zou ik helaas niet goed rekenen. Een N-term van 0,4 is wel echt heel laag. Dat zou ik niet... Nee, daar vind ik hem wel echt iets te moeilijk voor. En CITO is al sinds 2016 exact hetzelfde. Goed in de marge van 1, 1, nog iets. Dus ik zou niet zeggen 0,4. Zeker niet. 14, waarom niet C? Oh ja, dat is een goeie. Die heb ik zelf ook neergezet. Waarom niet deze? Omdat er staat... What is the main point of paragraph 2? En de main point van paragraaf 2 is niet concurrentie. Maar het gaat er juist om dat paragraaf 2 laat zien wat voor context ze opereren. En in die context... daar gaat het om. Dus niet... het gaat niet om de competitie. Het gaat niet om de concurrentie. Je zou wel kunnen denken concurrentie. Op basis van wat er staat. Maar ik was er ook in gestonken. Ik zat ook te denken, C kan ook wel. Maar het gaat echt om de main aim of paragraph 2. Niet om de concurrentie aan te geven. Er wordt ook een stukje geschiedenis besproken hier. Dus op basis daarvan kun je zeggen dat antwoord A hier het juiste antwoord is. Ik moet even een stukje scrollen in de chat. Het is heel stom dat jullie mij natuurlijk niet zien, maar ik kijk wel mee natuurlijk. Ja, ik ben docent Engels voor degene die dat vraagt op TikTok. Even kijken hoor. Er wordt nog iets gezegd daarover. Vraag 29. Managers worden met rust... Ja, ik zou managers worden met rust gelaten goed rekenen bij vraag 17. Ja. Want dat slaat wel op wat er staat. Locatie van de luchthaven. Ja, zou ik ook goed rekenen. Ja, zou ik goed rekenen. Managers worden gebruikt voor expertise. Nee, dat zou ik niet per se... Ja, dat is kiele. Ik zou hem niet goed rekenen. Managers worden gebruikt voor expertise. Voor keer nummer 50, 1000, N-term tussen de 1,1 en 1,4. In ieder geval boven de 1, 100%. De staat regelt het, zou ik 17 niet goed rekenen, want juist het tegenovergestelde is aan de gang. De staat regelt het juist niet. Even kijken verder. Heel openlijk mensen ontvangen? Nee. Mensen die het goed maken zijn de eerste die vaak zeggen het ging goed. Dus er zijn ook heel veel kandidaten. Nou, VMBO was 55.000 leerlingen. Dit is waarschijnlijk iets minder. Dus als je dan... een aantal mensen die het zeg maar niet... die mensen die het goed doen, die zullen veel sneller zeggen het ging goed. Vraag 12, waarom niet D? Nou, dat is best duidelijk dat het gaat om... hier, an airline is a way of showcasing a people, says Jennifer blablabla. Het gaat niet over de toekomst of zo. Het gaat echt over die airline wordt gezien als een... Als iets waar mensen trots op zijn. Dus dat is bij vraag 12 alleen antwoord A. Even kijken. Vraag 17. Gunstige ligging voor Asian handel. Die zou ik fout rekenen. Omdat handel daar niet... Maar dan ga ik toch even snel voor je kijken... Nee, traffic. Ja, dat vind ik handel... Nee, dan zou ik fout rekenen helaas. Ja, want traffic is niet... is veel breder dan alleen handel. Is het goed dat het airport heel groot is? Het staat er niet in. Staat er niet in, dus die zou ik fout rekenen. Ja. Dan vraag 33 komen we sowieso zo meteen even op. Ga ik even verder met vraag 16. Waarom niet B? Omdat het er niet in staat. Je hebt wel gunstige ligging genoemd, inderdaad, bij vraag 17, maar ook de handel. En dat maakt het antwoord fout. Dus de handel maakt het antwoord fout. Hoewel de gunstige ligging waar is, is de handel fout, omdat dat niet in de tekst staat. Er staat over traffic. En dat is veel ruimer dan alleen handel. Nogmaals, N-term tussen de 1,1 en 1,4, verwacht ik. Hoger de 1, hoger dan 1 in ieder geval. Ja, goede ligging Aziatisch verkeer is goed. Even kijken hoor. Er was een andere vraag die ik graag ook wilde benoemen. 16, waarom niet B? Oh ja, dat staat er niet in. National Airlines tend to be run by corrupt civil servants. Dat staat er niet in. Er staat alleen, they can also become targets for political meddling. Some governments are pushing ahead. Maar niet dat die civil servants, die ambtenaren, corrupt zijn. Ze richten zich meer op Azië, is niet goed bij vraag 17. Nee, zou ik niet goed rekenen. Even kijken. Dan gaan we verder met het examen. Voor de andere specifieke vragen. Ik zie... even kijken hoor. Vraag 33 wordt ook veel genoemd, zie ik. 17 heb ik gedaan. 33 ga ik zo nog even doen. Vergeet ook even niet om te liken, lieve mensen. Ja, oké, dat kan. Als je goede locatie van luchthaven in plaats van locatie van... Dat is gewoon prima. Het is hetzelfde, alleen met een andere volgorde van de woorden. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Luchtmaat wordt goed gerund door de staat is fout. Heb je geantwoord dat het goed gerund voor de staat bij vraag 17? Dat is fout, want dat is juist tegenovergesteld. Hè? Het is juist tegenover. Wordt niet gerund door de staat, maar de staat bemoeit zich er wel enigszins mee. Beter vertel ik even de N-term. Heb ik al gedaan, dus je kunt gewoon teruglezen. Klopt dat er geen spelfouten worden berekend? Dat klopt. Oké. Dan vraag 29. Als er andere vragen zijn, dan moet je dat even aangeven en dan ga ik erbij kijken. De N-term is tussen de 1,1 en 1,4. Vraag 29. En had je ook een specifiek antwoord gegeven? Waarom niet D? Oké. House paragraph 5 linked paragraph 4. Dat gaat over de white stuff, wat niet drugs is, blijkbaar. Het gaat over melk. Nou, gaan we even paragraaf 4 bekijken. There are some alt milks it makes little sense to produce in bulk. Rice milk is an option for those with dairy, nut and gluten and soy allergies, but it's far less protein than cow's milk. Oké. Dat is ook heel erg veel suiker moet worden toegevoegd. Of course, cows are notoriously bad for the environment as well. The carbon footprint of producing cow's milk varies from place to place. And now komt het. But in Western countries, it is typically around twice as big as that of making plant-based alternatives. Dus hier wordt als het ware in paragraaf 5 alsnog gezegd dat die koeien alsnog meer vervuilend zijn, meer slechter voor het milieu zijn dan wat er hier... Dan die rijst. He, dus die rijst is minder slecht voor het milieu, ondanks dat het nog steeds slecht voor het milieu is, minder slecht voor het milieu dan koemelk. En dat is wat antwoord B zegt. It counterbalances. He, dus dat betekent dat het andere dingen wordt benoemd, he, dus andere argumenten, dan in paragraaf 4. Dus daarom is antwoord D niet klopt, want er wordt niet gezegd dat het beter is dan alt milk. Ja. Oké, dus dat was vraag 29. Hopelijk beantwoordt dat je vraag. 3 ga ik zo meteen aan het einde nog eventjes doen. Vraag 33. Er vindt innovatie plaats en vernieuwing. Oh, dat is maar dat huizen. Oké, dat blijft een lastige vraag. Ik zei ook, ik heb ook het vermoeden dat vraag 33 echt zo'n vraag gaat zijn die, die veel gedoe op gaat leveren. Ik ga morgen mijn examens nakijken voor HAVO, dus ik ben benieuwd wat mijn leerlingen hebben beantwoord. Vraag 33. Het land wordt veranderd. Veranderd is dan wel met een D, lieve mensen. Naar stedelijk gebied. Ja, dat is goed. Er wordt geïnnoveerd. Weet ik niet zozeer of dat per se genoemd is. Maar ja, het wordt onderdeel van een stad. Hè, dat staat ook hier. The idea is then to buy as many of those acres as possible and wait for town to creep towards you. Dus het wordt onderdeel van de stad. So that you will be there ready and waiting when those acres are converted down into square feet. Dus in plaats van zo'n hele grote stukken land worden ze kleiner, want er komen huizen op of wat dan ook. En de vraag is, wat gaat er dan gebeuren? Nou, even kijken. Voorzieningen op te bouwen. Ik denk dat dat op zich wel zou kunnen, zolang je maar aangeeft dat er iets anders mee gebeurt. Het wordt dan in vierkante meters verdeeld en verkocht. Verdelen vind ik kiele. Dat staat er niet echt in of zo. Ja, het staat er wel in, maar zo wordt het niet bedoeld. Dus dat is een beetje kiele. Dit wordt echt zo'n last. Dit wordt echt zo'n discussievraag. Zolang je maar iets antwoordt bij vraag 33, waar het op neerkomt. Er komen huizen op. Het wordt meer geld waard. Het wordt verkocht. Het wordt onderdeel van de stad. Daar gaat het een beetje om. He, dat je dat kunt aangeven en dat je laat zien van oké, het gaat hier om het feit dat je land koopt. He, dus ik als persoon koop land. Dat land wordt dan meer waard omdat de gemeente het dan ineens wil kopen. En dan ga ik er dus meer geld mee verdienen. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Was de vraag ook goed dat het wordt opgekocht en wordt verwerkt tot vierkante meters? Ja, hoe verwerk je iets tot vierkante meters? Dat is een beetje kiele, maar ik zou hem wel goed rekenen. Ja, voor appartementen, dus huizen. Het komt naar je toe. Weet ik niet wat je daar, bij welke vraag het is, maar ik zou die niet goed rekenen. Er wordt op gebouwd. Ja, hoor. Ja, dat kan. Er wordt bebouwd, er wordt opgebouwd. Ik had de stad wordt dan vernieuwd met geld, opleverende bedrijven zoals winkelcentra en sportclubs. Die vind ik, dat staat niet echt per se in de tekst, dus die vind ik niet helemaal goed. Want als je te veel verkeerde informatie vertelt, is het antwoord fout. Net ook, iemand had een deel van het antwoord goed, maar vervolgens een klein woord toegevoegd wat de betekenis veranderde, ja, dan is hij ook echt gewoon helaas fout. Vraag 39, toevallig E. Nou, dan gaan we even kijken. Ja, dat is toevallig E. De regering moet het dan kopen bij 33. Ja, weet ik niet hoor. Dat vind ik... Nee, vind ik eigenlijk niet goed. Nee. Want de regering is het niet. Dus dat klopt dan niet. Ik had een mix van dat winkelcentra worden gebouwd in huizen en golfbanen. Ja, kiele. Ja, ik zou rekenen met fout. Ja. Vraag 42 kom ik zo meteen op. Dus dat, ik zie die vraag ook een paar keer voorbij komen. Kom ik zo meteen op. Vraag 30, waarom niet B? Nou, dan moet ik even terug naar paragraaf 7 bij tekst nummer 7. Oh ja, hier zou je zeggen on the whole, want het gaat over het algemene. En waarom die andere niet? Omdat er zowel negatieve als positieve punten worden benoemd. Maar over het algemeen, dus in het grotere plaatje, is het zo dat het positiever is. Het beter voor het milieu. Dus on the whole is hier het enige antwoord wat echt past. Ja. De plek wordt geurbaniseerd voor 33. Ja, dat zou op zich kunnen. Iemand vraagt 23. D. Als het gaat over dat ze antwoorden met kennis en conclusie is dat toch analytisch niet in het... Jawel. Ze krijgen bij... In de tekst gaat het erover dat ze een soort onderbuikgevoel hebben. En dat onderbuikgevoel is vaak goed. Omdat ze dat onderbuikgevoel niet baseren op impuls, maar op basis van wat ze zeg maar in het algemeen verwachten. Ja. 23b. Die is daar niet goed, omdat het wordt wel genoemd inderdaad dat ze heel goed zijn in een specifiek gedeelte. Maar dat is niet een feature of intelligence aan de hand van die paragraaf. Dus dan is B daar niet goed. Even kijken, wat nog meer? Bij de eerste vraag staat ook een mentor. Even kijken hoor, bij de eerste vraag staat dat die mentor van hem er ook in voorkomt, maar niet specifiek dat hij ermee speelt. Is dat niet een vage vraag? Kan ook in de videoclip voorkomen. Dan denk je al te ver, want het woord videoclip wordt volgens mij helemaal niet in de tekst genoemd. Dus, nee, dan denk je al te ver. N-term heb ik al verteld. 27D, die heb ik... Ja, dat zou niet kloppen, want er wordt niet gezegd dat ze moeten... dat die hipsters meer moeten doen. Dus dat zou ik daar niet benoemen. En term heb ik al gezegd, 1,1, 1,4. 23C lijkt gewoon steady. Dat is mooi dat dat steady lijkt. Maar het gaat over nog steeds zeg maar iets waar je een onderbuikgevoel. En dat wordt beter gezegd bij antwoord D. Kijken. 42 komt eraan, lieve mensen. Ik ben je niet vergeten als je 42... Als je 42 wil weten, vergeet dan even niet om te subscriben. Of even te liken op TikTok. Als 42 je droomvraag is. 33, de grond wordt de pilaar voor gebouwen. Nee, die zou ik fout rekenen, want ik snap niet wat je met de pilaar bedoelt. Oké. Nou, 42 heb ik al gezegd. Even kijken. Veel mensen willen de grond kopen bij vraag 33. Ja, nee, dit zou ik ook fout rekenen. Ja, het is niet goed. Dat is niet helemaal de crux van wat ze willen weten. Dus die zou ik niet goed rekenen. 26, waarom niet alinea 2? Nou, dan gaan we even kijken. Waarom niet alinea 2 bij 26? En de vraag is, in welke wordt het ontbreken van deze eigenschap voor het eerst benoemd? En ze willen horen alinea 4. Er wordt expliciet, het gaat voor mij om het voor het eerst expliciet genoemd als een zwakte. En hier wordt het niet expliciet genoemd als een verzwakte. Meer van, je kunt daar de fout maken dat je het, de reasoning fout maakt, zeg maar. Is de mentor toch niet per se een gastmuzikant, maar is gewoon zijn mentor? Nou... Even kijken. Inspired by his mentor, Young Thug, who appears twice on the record. En dan gaat het om welke vraag? Kan je even... Degene die heel graag vraag 1 wil weten, iets specifieker zijn in wat je wil weten? Dan kan ik daar zo meteen even iets over zeggen. Super, fijn dat de examentraining geholpen heeft. Kijk dan even in de beschrijving voor een kopje koffie. Dat waardeer ik enorm. Er worden winkelcentrum, golfbanen, etc. Die zou ik goed rekenen. Door de etc. Ik weet niet of je kan slagen met een 4 voor Engels. Dat durf ik niet iets op te zeggen. Daar zit ik niet genoeg ervoor in. 36 komen we zo op. 36. What is the narrator's overall opinion on how Nashville has changed? Nou ja, over het algemeen natuurlijk positief. Want de Klukkelsklan is verdwenen. Of nou, in ieder geval ze ziet ze niet meer. Dus daar is ze positief over. En even kijken. Wel grappig is Jezus van Nazareth in de... Zou je toch denken, dan kun je de N-term toch zien. Dan hoef je hem niet te weten. Maar goed, is flauw, is flauw. Niet allemaal mij cancelen nu. Even kijken. 33 heb ik gedaan. 36 heb ik ook gedaan. Oh ja, nee, want ik heb niet helemaal goed beantwoord. The positive developments ultimately outweigh the negative ones. Het gaat hier echt om dat uiteindelijk zijn de voordelen beter dan de nadelen. Dus dan is dat wel echt het antwoord. Want ze zegt ook, het is niet altijd goed, maar omdat je bijvoorbeeld die Ku Klux Klan niet... Here, but for every way the city has changed for the worse, there is some other way that it changed for the better. En er is één zin die daar expliciet voor staat, namelijk hier. If growth and modernization means getting rid of the clan, while bad condos spread like lichen over tree trunks, well then let's hear it for modernity. Ja. Wat vond ik van het examen? Ik vond hem een pittiger examen dan vorig jaar. Veel moeilijke woorden, veel moeilijke concepten. Maar wel een goed examen. Een goed examen, goede vragen, goede kwaliteit teksten. Alleen wat moeilijker, door de moeilijke woorden. Bewijst ook meer dat we met vocabulaire echt meer moeten doen en stoppen met die ellendige grammatica. Dus als je docent spreekt binnenkort, zeg we moeten minder grammatica, we moeten geen grammatica meer geven op school. Dus ja, goed examen. N-term heb ik al gehad. Iets moeilijker dan vorig jaar. Vraag 42 doe ik, ga ik naar vraag 1. Even kijken. Het gemiddelde trouwens, vorig jaar was 7,3 in Nederland voor het examen HAVO. Dus dat zou misschien dit jaar ook wel die kant op kunnen gaan. Vraag 42. Welke briefschrijver is het helemaal eens met het standpunt? Nou, gaan we even kijken. Er wordt gezegd, ze willen horen deze, David Beus. Die komt uit Hawaï. En als je dit Hawaï hebt opgeschreven, dan is dat natuurlijk goed. Want je hebt laten zien dat het om deze tekst gaat. En dat is wat ze graag willen zien. Dat het om deze tekst, dit stukje tekst gaat. Ik ben zeker trots als je 40 punten hebt. Eigenlijk iedereen, als je het gemaakt hebt, kun je al trots zijn. Als je alleen dit stukje hebt, dan is dat wel goed. Ja. Alleen laai opgeschreven. Ja. Zou ik wel zeggen, beter kijken, maar prima. Als je niet Hawaii erbij hebt, dan is dat niet erg. Dus je laat daarmee ook gewoon zien dat het om deze persoon gaat. De stream blijft online staan. Niet op, ik weet niet hoe het op TikTok werkt, maar ik zie dat er op TikTok geen vragen meer zijn. Dus als er geen vragen meer zijn op TikTok, dan ga ik die beëindigen. Heb je nog wel vragen? Kijk dan, kom dan even op YouTube in de livestream. Kun je daar nog vragen beantwoorden. Wil je ook nog extra examentraining met het oog op je herkansing? Hopelijk hoef je niet te herkansen. Kom dan zeker even op YouTube kijken. Want dan ga ik weer een nieuwe examentraining doen voor de herkansing. In ieder geval op TikTok gaan we kijken. En vergeet niet om te liken en even wat leuks te commenten onder de video's. Dat is altijd leuk. Ga ik weer terug naar YouTube. Even kijken. Krijg je een punt als je geen hoofdletters hebt? Ik zou je afstraffen als je geen hoofdletters hebt. Want wie doet nou geen hoofdletters? Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want we kijken niet naar... we kijken niet naar spelling. David, als je alleen David is natuurlijk ook goed, hè? Ik bedoel, als we al goed rekenen als je de plaats hebt opgeschreven, dan is dat natuurlijk ook goed als je alleen David hebt opgeschreven. Ja, oké. Ik heb David Beus, nou dat is ook het juiste antwoord, dus dan is dat goed. Weet de tweede corrector dat bijvoorbeeld David van vraag 2 uit de stad komt? Nemen ze de teksten bij? Ik zou dat wel doen. En ik zou het als eerste corrector ook beantwoorden van... jongens, het mag gewoon, want het staat er gewoon. Dus dat zou ik zeker wel doen. Ja. Nou ja, mensen, de N-term, dat weet je ook wel. Anders kijk maar op Twitter of zo, dat staat het vast ook wel. Of tatoeëer het ergens. Dan weet je het voor de rest van je leven... wat de N-term van jouw eindexamen Engels was. Vraag 1, want die wil ik nog even beantwoorden... want er is iemand die dat heel graag wil weten... dus die ga ik ook echt even weten... Ja, ik heb wel gezegd, heeft de man, als je met die man ik bedoelt, dat een beetje onfatsoenlijk is natuurlijk om zo over hem te praten, maar ja, ik heb de N-term benoemd. Dus die man, CQ, ik, heb dat gezegd. 1,1, 1,4. Gaan we even tekst 1, vraag 1 maken voor die persoon die dat wil weten. Geef er elke uitspraak aan of Julissa Lopez, dit zegt over het album Wanna van rapper Gunna. Oké. Natuurlijk of niet, gaan we even kijken. Er zit in een songtekst verwijzingen naar zijn tweelingbroer. Nou, dat gaan we gewoon lezen en dan lezen we dat het er niet in zit. Evoke the zodiac sign. He's a Gemini. Nou, dat is echt zo'n Gen Z ding. To explain why he titled his new album, the name. Oké. Though he sometimes speed up his... Oh, first een alter ego, dat is belangrijk. Though he sometimes speeds up his flow over skittering beats in songs such as Skybox, most of the project stays tethered, die trouwens ook in de glossary stond voor de training. Tethered to its the rapper's signature, etc., etc. Inspired by his young mentor, Young Thug, who appears twice. What doesn't come through is a new dimension. Gunna leans deeper in the subdued flexes, etc., etc. Dus er wordt niks gezegd over, over zijn tweelingsbroer. Dus die is 100% fout. De meeste nummers klinken net zoals relaxed als op zijn andere albums. Ja, dat klopt. Want leans deeper into the subdued flexes and laid back, wat relaxed is, versus for which he is already known. Dus dat klopt. Ik zie al 9's voorbij komen. Dat is hartstikke goed. Er heeft tenminste 1 gastmuzikant op meegespeeld. Even kijken hoor. Ik zie dat ik hier zeg ja, maar dat moet ik even controleren. Dat is ook goed. Oh, who appears twice on the record. Ja, dat is hem. Ja, dus dat is het antwoord bij 3. 4, het bevat meer geïmproviseerd materiaal dan over eerdere albums. Nee, dat is niet goed. Nee. Oké. Zijn er andere vragen? Want dan zijn we klaar. Helaas, de camera werkte niet, dus ik ga dat zeker oplossen voor het VWO-eindexamentraining. De N-term voor de laatste keer is 1,1, 1,3. En als je denkt, als je hulp nodig hebt of als je iets wil weten, stuur vooral even een berichtje op Instagram. Die beantwoord ik ook wel wat rustiger dan in zo'n drukke stream. Voor nu bedankt voor het kijken allemaal. Ja, mijn favoriete voetbalclub is Manchester United natuurlijk. En over het algemeen vond ik het een prima examen. Iets pittiger door de hoeveelheid moeilijke woorden en moeilijkere concepten. Maar volgens mij gaan jullie het allemaal gewoon halen. Bedankt voor het kijken allemaal. Kijk even in de beschrijving voor een tikkie voor de koffie en een Discord link waar je kunt delen met je andere klasgenoten. En leerjaar mensen. En tot de volgende keer.